Hallo allemaal, vandaag weer een nieuwe video. De nieuwe video zal dit keer gaan over motorrijles. En dan pakken we het gedeelte de kleine slalom. Dat is een van de oefeningen die je moet kennen voor het eerste examen voor de motor. Ik ga hem zo dadelijk uitleggen en voordoen. Zoals ik nu eruit zie gaat het niet lukken. Ik heb normale kleding aan, ik moet dus motorkleding aandoen en ga me even omkleden. Tot zo! Zo, ik heb me nu omgekleed, ik heb mijn motorpak aangetrokken en ik kan nu veilig de motor op. De kleine slalom. Belangrijk bij de kleine slalom is dat je ver vooruit kijkt. Je moet er recht op af komen rijden en je moet er recht uit rijden met een slippende koppeling. Hoe bereik je dat? Door de koppeling half in te houden, gas te geven, dus hoge toeren te rijden en lichtjes de voetrem erbij te gebruiken. Een veelgemaakte fout is dat mensen te ver bij de tweede pion uitkomen, de derde halen ze nog en bij de vierde en vijfde vliegen ze er dan uit. Zo, ik heb de helm opgedaan. Nu kan ik het veilig voor jullie voordoen. Heel veel kijkplezier. Ik gebruik hiervoor de Yamaha MT-07, ideale motor om hierbij deze mooie bijzondere verrichtingen mee uit te voeren. De kleine slalom, de pionnen staan 3 meter van elkaar af. Kijk ver rechtdoor, kort naar de eerste kruisen, alles voor het midden langs. Slip de koppeling, de bereiken door de koppeling half in te houden. Veel toeren maken, dus gas geven en licht de voetrem erbij te pakken. Veel gemaakte fout is dat mensen te ver bij de tweede pion uitkomen, dan lukt de derde nog en uiteindelijk vlieg je bij de vierde of vijfde pion uiteindelijk eruit. Dus hoofdzaak is ver vooruit kijken, kort naar de eerste pion inkruisen, alles voor het midden langs. Veel succes! Kom recht aanrijden met een slippende koppeling. Wat is een slippende koppeling? Je doet de koppeling half in, je geeft gas, dus hoge toeren. En je mag daarbij lichtjes bijremmen. Kijk niet net voor je wiel, maar kijk ver vooruit. Kijk niet naar de laatste pion, maar kijk verder dan de laatste pion. Veelgemaakte fout is dat mensen vlak voor de motor rijden. Ze kijken niet verder als de eerste pion, dan de tweede, derde vliegen ze eruit. Anderhalf meter van tevoren kruis ik hem, hoppakee, voor het midden langs, kijk ver vooruit. Oké, komen we aan met een licht trekkende motor. Dus een beetje gas, dan ga je sturen. Hoge toeren houden met de koppeling, een klein beetje voetrem kan je bewegen. Dankjewel voor het kijken. Ik hoop dat jullie dit een leerzame video vonden. En dan hoop ik jullie te zien bij de volgende video die ik ga maken.